De nieuwbouw verloopt goed. We hebben net betonvloer gestort beneden. De trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt binnen 2 weken geplaatst. Welkom bij aflevering 3 vandaag. Zoals je kan zien is er ook al vooruitgang gemaakt bij het maken van de inkom. Toch lijkt het mij eens fijn om vandaag binnen te gaan via de afleverruimte. Zoals je kan zien is de ruwe betonvloer reeds gestort. Op deze betonvloer komt een cementdekvloer en een tegelvloerafwerking. De afleverzone komt ongeveer tot op deze lijn. Aan de linkerkant bevinden zich de kantoortjes, welke nog gemaakt moeten worden met metalstutwanden. Hier worden later de toiletruimte en werkkast voorzien. Met een technische schacht naar boven, die gaat helemaal door tot de tweede verdieping. Dit is de straatingang. Deze ingang is voldoende breed voorzien om met een auto door te kunnen. In de meer technische ruimte is een afgevlinderde betonvloer voorzien. Dit is monoliet afgewerkt en heeft op zich al een goede afwerking. Hier komen we aan op de eerste verdieping door de autolift met daarnaast de personenlift. En komen we in het deel mini en premium selection. Achter de autolift zitten alle M-auto's. En vanaf dit punt krijg je het gevoel alsof je op de weg staat. We zijn aangekomen op de tweede verdieping. Nu bevinden we zich op het parkeerdek. Aan de linkerkant komen ongeveer 80, 85 auto's geparkeerd. Dan gaan we nu binnen in de tweede verdieping. Zoals je kan zien zijn we begonnen met de kantoorafbouw. Alle metalen profielen worden bekleed met gyproplaten, gipskartonplaten en worden daarna voorzien van een glaswol isolatie. Kan je daar zien. Voor de rest is hier ook al de cementdekvloer helemaal geplaatst. Alle vloerpotten zijn uitgehaald zodat de elektricien zijn aansluitingen kan maken. Vanaf hier beginnen alle kantoordelen. Een kantoortuin en 3 kantoren aan die kant. Daar is nog een vergaderruimte. Alles wat je nu ziet moet nog afgewerkt worden met gipskartonplaten. Van hieruit kan je netjes op de fontein van de buren kijken. Mooi uitzicht.